Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vorige week hebben wij gesproken met de organisatoren van een gala, een MMA en kickbox gala. Ik weet niet meer hoe die meneer zijn naam was, maar ik weet wel dat het gala afgelopen weekend is gehouden. En vandaag praten wij met een van de winnaars, een van onze Surinaamse boys. Andy Atumang heeft gewonnen. En dat is natuurlijk reden voor een celebration conversation hier in Q-Time. Kijkt u mee naar het gesprekje met Andy. What made is a little Q-Time. Andy, it's all smiles. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ja, je hebt de eer van Suriname hoog gehouden. Je hebt gewonnen in het afgelopen gala van First Class Boxing School. Very nice, very nice. Dit was jouw MMA-debuut, hè? Ja. Oké. Ja. Wat heeft jou doen besluiten om naar MMA over te stappen? Door het hele COVID-ding. Weet je, is kickboxen gaan dalen. Toch? Maar daarvoor keken we. Ik en mijn trainer en mijn sponsor, we keken al naar MMA. Dus we dachten eraan om die overstap te maken. Maar ja. En toen kwam COVID, dus we hebben de tijd gebruikt. We hebben het nuttig gebruikt om dan aan mijn grondwerk te werken. Voor te bereiden voor MMA en voor dit gala. Oké. Okay. Dus, wat is het verschil, het grootste verschil tussen kickboksen en MMA? Want voor de mensen die het niet weten, MMA is mixed martial arts. Hè? Dus je mag meerdere technieken tegelijk inzetten. Ja. Ja. Bij kickboksen is het alleen staan, stoten trappen. En bij MMA is het alles. Judo, jiu-jitsu, kickboksen, boksen, judo, alles. Alles in één. Gewoon grappelen. Dus alles in één. Al die dingen die je ook je naam kan geven, alles telt. Ja, ja. Alles. Eigenlijk is het alles gewoon een... Eigenlijk is het best wel een beetje wild, want alles mag. Nee. Met techniek. Oké, dus er zit toch wel in principe techniek bij. Dus als je overgaat van kickboksen naar MMA, waar let je dan het meest op om te versterken in jouw training? Je ground game moet sowieso redelijk goed zijn. Weet je, je kan niet alleen focussen op staan. Snap je? Want als ze je op de grond krijgen, dan is het over with. Ja. Dus dan praat je eigenlijk ook een beetje iets in de richting van worstelen. Jawel. Ja, ja. Jawel. Okay. Je worstelen, je krappelen, je jiu-jitsu moet dan on point. Je moet redelijk goed zijn. Ja. Je moet jezelf kunnen redden. Weet wat je doet. Okay. Dus dat is de main focus. Want dan is kickboksen al in je bloed. En moet je de ground game gaan toevoegen. Ja. Oké. Okay. Het alleen. Ja, en wat about gewoon boksen? Boksen, dat is al in kickboksen. Dat hoort al bij dus kickboksen. Ja. Oké, dus eigenlijk meer je grondwerk op de vloer, de technieken om los te komen wanneer iemand je pin down heeft, dat zijn dan de dingen waar je op gaat focussen. Jawel. Okay. Hoe heb jij je mentaal voorbereid op jouw introductie in het MMA? Gebeuren? Zo, om eerlijk te zijn, zenuwen. Ik dacht dat ik het niet aan zou kunnen, nog, first of all. Maar then again was ik ook confident. Ik weet wat ik kan, ik heb mijn trainers, ik weet wat ik elke dag doe, ik weet hoe ik train, elke dag keihard. Nog, dus mentaal niet zo moeilijk, snap je? Het is just a fight. Het is net als kickboxen. Je geeft het iedereen. MMA is gewoon een cage, snap je? Het is basically just the same, maar de druk is iets hoger. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Iets hoger, want je weet niet wat je moet verwachten. Het kan van alles. Ja, want het enige wat je weet is eigenlijk alleen maar het zien, wat je dus op de beeldbuis ziet. Maar ja, dat is niet ervaren en voelen. Je weet natuurlijk ook niet wie je tegenover je krijgt. Dat is natuurlijk ook wel spannend, lijkt me zo. Nee. Je weet het van ja, maar ik bedoel, je hebt nog nooit eerder met die persoon gevochten. Het is de eerste keer dat je een gevecht ingaat. Andere regels gelden. Ja, het enige wat je kan doen is naar video's gaan kijken van zover je tegenstaand is. Even bestuderen hoe hij vecht, hoe hij reageert op bepaalde dingen. That's it. Ja. Maar als je met een heel andere gameplan komt,
Dan moet je gaan aanpassen. Ja, oké, okay, want jij hebt wel naar video's van hem gekeken. Niet echt. Ik laat dat meestal voor mijn trainer. Oké, okay, En goed. dan zorg hij ervoor van, hey, we gaan hierop trainen, we gaan daarop letten, weet je. Ik hou niet ervan om persoonlijk zelfs te gaan kijken naar mijn tegenstander. Dat is niet echt mijn ding, weet je. En, want het zet een soort van druk op me en dat wil ik niet. Dat Oké. wil ik niet. Dus ik laat het voor mijn trainers en zij doen dat. Okay. Ja, Zij doen dat dat. is Ik natuurlijk kom, wel een zij beetje. zeggen het, ik voer uit. Ja, oké, okay. Dat is natuurlijk wel een beetje persoonlijke benadering, hè? Want sommige mensen hebben het misschien juist nodig om te kijken. Ja, Ja, maar ook al een zou van de tien hij, mensen. ook al zou hij jou willen researchen, dan zou hij eigenlijk van jou alleen maar kickboxwedstrijden tegenkomen waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. That's Ja, it. dus misschien geeft dat ook wel een beetje advantage voor jou. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Want we moesten al eerder vechten, hè? 2 jaar geleden in Brazilië, denk ik. En he backed down. He backed down. En nu heeft hij wel MMA-ervaring. Hij heeft al een aantal MMA-wedstrijden. Snap je? Dus denk jij gewoon, we gaan MMA doen. En hij accept immediately. Dus sinds de bel probeerde hij me alleen op de grond te krijgen. Omdat hij dacht, wacht Maar. even, je hebt geen grondervaring, dus daar zal je zwakke plek wel zijn, dus dan gaan we daarop. Dus dat. Maar jammer genoeg is mijn grondwerk. Redelijk goed. Ik kan mezelf redden. Good job, good job. Dat heeft er ook voor gezorgd Ja. dat je hebt gewonnen. Gefeliciteerd nogmaals, natuurlijk Thank you, heel erg thank you. trots. Hoe was het om zonder publiek te vechten? Nou, normaal. Ik focus niet echt op publiek. Snapt u? Mijn close mensen moeten alleen erbij zijn, zoals mijn moeder, mijn trainingsmaatjes, mijn training. Zij zijn ook daar. Zij moeten sowieso erbij zijn, is alles goed. Ja, Snap je? oké. Maar publiek, I Nee, don't really care. oké. Dus je I don't sluit really het care. uit. Ik weet niet of je fans het Jawel. leuk vinden dat je dat hebt gezegd, maar oké, laat dat eventjes. Nee, Spank, ze zullen je op Facebook nee, zeggen wat ze van je vinden nee. voor die I'm opmerking. sorry. Maar ik snap het. Ik denk dat het belangrijk is dat je in het moment waarop je in die cage stapt, dat je focus daar is. En dat je eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt, uitsluit. Ook omdat je natuurlijk, als je in de zaal zou zitten met publiek, dan hoor je ook fans van je tegenstander. En dat is natuurlijk belangrijk om ook uit te sluiten, want daardoor zou je eventueel afgeleid kunnen raken. Dus Ja, ik snap dat wel. In your defense. dus Maar goed, je hebt nu dat. gewonnen. Hoe voelt dat? Zo, super. Super. Ik heb 2 jaren lang keihard getraind hiervoor. Elke dag ruzie met mijn trainer. Ik had op een gegeven moment geen zin meer. Weet je, ik wilde stoppen. Want ik train en ik trainde. En we hadden geen plannen, snap je? Alles werd moeilijker, het werd zwaarder. Maar I kept on going. Dus ik zou zeggen, mijn harde werk is wel beloond. Op een gegeven moment werd ik ook emotioneel, weet je. Ja. Vele dingen zijn gebeurd in die 2 jaren. Dus it paid off, it paid off. Goed zo, geweldig. Weet Wat is je plan nu? je. What's the next step? My next step. Sowieso, ik blijf sowieso gefocust op MMA. Als er daartussen een pro-kickboxwedstrijd komt, ga ik het sowieso doen. Maar mijn main focus is nu MMA. Dus daar wil MMA. je wel in Nationaal gaan en verdiepen. internationaal. Wat zegt u? Daar wil je wel in gaan verdiepen. Jawel. Ja, oké. Okay. Heb je daar al een traject voor uitgezet of is het one step at a time? Voor volgend jaar willen we 2 doen. Ja. We willen 2 doen. En daarna gaan we even kijken. Oké. 2 doen, we willen eentje vroeg volgend jaar doen. Okay. En daarna ga ik de rest van het jaar gebruiken om te trainen, werken aan mijn grond. En daarna eind volgend jaar weer. Oké, Eentje dus in makkelijk. het begin van het jaar en het eind van het jaar ben je bezig met wedstrijden voor te bereiden. Zullen die ook in Yes. Suriname zijn? I hope so. Ik denk die eerste gaat wel in Suriname zijn, maar die van eind volgend jaar ben ik niet zeker. Ja, Ik ben niet oké. zeker. Waar zie jij jouw MMA-carrière naartoe gaan?
op de middellange en Ik ben lange sowieso termijn? gefocust. Niets zal mijn focus weghalen van wat ik wil behalen. Ik weet, ik ben zelfverzekerd. Ik kijk uit naar een van die grote organisaties zoals UFC. Niks anders, alleen gefocust op de UFC. Ik denk tussen nu en 5 jaar. Tussen nu en 4, 5 jaar. Kan eerder, ik word niet boos van. Kan eerder. Maar ik denk tussen nu en 3, 4, 5 jaar Ja. zie ik mezelf wel on top. Oké, dat Met mijn is mindset wat ik nu heb, ja. I Dat think is so. wel het ultieme platform. Yep. UFC. Oké. Andy, geweldig. You made us proud. Hopelijk doe je dat in 2022 weer. We've got your back. En ik zou zeggen, Zeker. werk ervoor, werk eraan. En ik weet zeker dat je met die dedication wel je doelen zal behalen. Want je hebt het al gezien in je carrière tot nu toe. Je legt elke keer de lat hoger voor jezelf. En het werkt. Ja, zeker, zeker. I will make y'all proud. I will not let y'all down. Ik blijf sowieso hard werken. En we gaan Suriname on top zetten. Oké, fantastisch. Dankjewel, Andy. Succes ermee. You're welcome. Is goed. Thank you. Bye. Doei. En dat was natuurlijk een hele enthousiaste, blije Andy Attemang. Hij heeft in het afgelopen weekend de hoogste eer behaald door met zijn debuut MMA-gevecht te winnen van een internationale tegenstander. Dit opent natuurlijk de deur voor deze jonge sporter. En hopelijk kan hij Suriname ook naar het internationale niveau tillen. Dat is sowieso een droom. Dus laten we uitkijken naar de activiteiten en de plannen van Andy voor het jaar 2022. Dank u wel voor het kijken naar Q-Time. Tot de volgende aflevering.